Dit is een mooi plek. Dit is een mooi plek. Hier wordt gewerkt, hè? Gemiddeld is het goed, gemiddeld is het goed. Nou, dat ging aardig snel vandaag. Nee, niks. Nee. Oei, waar is Rebecca? Goedemorgen, welkom thuis bij Autohuis Eickhoff, aflevering 7. We gaan eens even kijken wat Frank vandaag gaat doen. We hebben een nieuwe medewerkster, Rebecca. En we gaan het hebben over wat technische aangelegenheden. De dashboardlampjes in de auto. En dan beginnen we met de bandenspanningsindicator. Maar we gaan eerst even Frank op pad sturen, want die gaat naar een klant in Eichelshoven. Dat ligt bij Kerkrade. Ik ga even kijken of hij er al klaar voor is. Heren, goedemorgen. Dit is bijna een wederkerend probleem dat we hier gewoon alleen maar koffie staan te drinken. Of te zitten. Ik heb een paar groene borden, want ik heb begrepen dat je heel ver weg gaat. Jij gaat fly eten. We gaan fly eten. Je gaat fly eten. Ja, klopt. Nou, ik ga een auto afleveren op locatie. De klant is niet in de gelegenheid om hierheen te komen. Dus nou, dan draaien we het een keer om. Dan gaan we naar de klant toe. Is de klant wel hier geweest om te kijken? Nee. Die heeft online gekeken. Hij heeft online gekeken? Ja. En wat heeft hij gekocht? Een Mazda CX-3. Een CX-3. Dat is een gebruikte CX-3. Ja. Die heeft hij op internet gezien. En heeft hij jou gebeld. Ja. En zegt, wat een mooie auto. Of is het een mooie auto? Ja. En zegt, ja, dat is een mooie auto. Nou, maar, zo ging dat. Maar je hebt toch ook wat ingeruild? Want je moet ook weer terugkomen. Ja. Ja, dat was ook een mooie auto. Ja. Maar die heb je op een plaatje gezien? Op een plaatje, ja. Okay. Ja, net als de klant heeft bij ons de auto op een plaatje gezien. En aan de hand van de omschrijving. Nou ja, wij zijn auto. Hij had op internet gekeken en alle reviews gelezen. Dus had hij vertrouwen in de auto en in ons. We gaan even naar Eichelshoven. Even naar Eichelshoven. Nou, ik heb stiekem gekeken. Blij klaar had liggen. Dus, ik kan het voorstellen. Het is 2 uur en een kwartier enkele reis. En dan ben je daar nog een uur aan het uitleggen. Fly eten en dan ga je weer terug. Ja, nou, super. Dan een dagje onder de pannen. Ik geef je de borden. Ja, super. Je gaat erop hangen. Ja. En je gaat hem afleveren. Ja. Nou, de groet aan de klant. Ja, ga ik doen. En een goede rit onderweg. Dankjewel. We gaan even bij Rebecca kijken. Want Rebecca is onze nieuwe medewerkster. En wat gaat Rebecca hier doen? Zij poetst hier de auto's. Het valt ook meteen op. We hebben al meteen orde en netheid in de werkplaats. Dus we gaan even kijken hoe het erbij staat. Dit is overigens die Mazda CX-3 die Frank gaat afleveren. Supermooie auto. Oei. Rebecca wisselt net een auto. Dus we gaan even kijken waar ze uithangt. Dan zul je misschien denken, ik zeg net Rebecca houdt van orde en netheid. Het is hier één puinhoop. Dit is tijdelijke puinhoop. We hebben de hele magazijnvoorraad van Subaru Benelux opgekocht. Dat is de magazijnman aan het uitzoeken allemaal. En dat gaat allemaal weer een goede bestemming krijgen. En over een week is het allemaal weer opgeruimd. Maar als we hier naar de werkplek van Rebecca kijken, is het meteen orde en netheid. Want normaal gesproken is het bij de poetsers altijd wel anders. Allemaal potjes en flesjes die overal staan. Maar hier is alles opgeruimd. Maar we gaan eerst even Rebecca zoeken waar ze is. Vrouwen mogen gewoon auto's besturen. En Rebecca die kan het heel goed. Nog beter dan de mannen. En overigens, ze is ook de baas over de mannen. Dat heeft ze al na 1 maand heeft ze dat al gelukt. Maar waar is ze? Kijk, daar komt Rebecca. Die komt eraan met een nieuwe auto. Ze heeft hem eerst even afgetankt. Rebecca, goedemorgen. Hey. Goedemorgen. Hey. Hoe is die? Goed. Met de Subaru gewassen. Met de Subaru. Net gewassen, net getankt. Want zagen we je tanken. En we hadden het er vanochtend over. Je eerste salaris is vandaag gestort. Want je bent gloedje nieuw hier. Hoe is dat? Ik ben nieuw. Ja, heel erg nieuw. Wennen. En voor de rest ook heel gezellig. En ik voel me echt in een warm bad. In een warm bad? Op een plek. Ja. Oh, nou, dat is fijn om te horen. Dat zal weer een meevallen. Nee, Rebecca gaat hartstikke goed af. Met een paar andere meiden hier. Kun je prima je mannetje slaan. En wat mij vooral opvalt is orde en netheid. Zee, we hebben een klein beetje rommel hiernaast, maar dat komt door de magazijnman van de inkoop van de onderdelen van Subaru. Ja. Maar als je hier al meteen kijkt, het is meteen overzicht, hè? Het is een stukje netter. Ja, het is veel netter en schoner. Super. Dankjewel. Dus, ja, en als het goed is, zijn de wagens ook een stukje netter. Zeker weten. Nou, dankjewel. Dankjewel, René. Succes. Ja, dankje. We hebben het over de controlelampjes op het dashboard. Er branden heel veel lampjes op een dashboard. We lopen even een beetje deze kant op, want anders horen de radio te veel. Afgelopen weekend mocht ik van iemand een Skoda Octavia lenen. Ik denk, ik spring achter het stuur en rij weg. Nou, dat viel even vies tegen, want ik denk, ik zal de dagteller even netjes op nul zetten, zodat we ook weten hoeveel kilometer ik gereden heb. En toen dacht ik, allemachtig joh, wat ziet er allemaal knopjes en lampjes en toeters en bellen. Ik zou het je zeggen, ik was ongeveer 10 minuten bezig. Ik ben ermee gestopt, want ik kwam er gewoon niet uit. Nou, ik kan me voorstellen dat als jullie in de auto zitten en je ziet wat lampjes branden, dat je ook denkt van, wat een wirwar en een oerwoud van gele lampjes, rode lampjes en ook wel een paar blauwe lampjes. Wat moet ik daarmee? Ik vind dat het hoogst tijd wordt om daar enige toelichting op te geven. Dus ik wil in elke aflevering wil ik gewoon wat vertellen over de controlelampjes op het dashboard. Nou, laten we eens beginnen met de meest voorkomende lampje die kan gaan branden op je dashboard. Dat is je bandenspanningslampje. Nou, je bandenspanningslampje, dat ziet er zo uit. En als die geel oplicht, dan denk je, oké,
dat is niet goed, dat is een storing. Nou, uiteindelijk is dit gewoon een waarschuwingslampje, want het is een geel lampje. En wat zegt dit symbool nou? Dit symbool zegt van de bandenspanning, die is wat minder geworden. Hoe kan nou de auto weten dat de bandenspanning minder is? Dat wordt allemaal gemeten met systemen. Nou, hoe dat nou precies in elkaar zit, dat weet ik zelf ook niet. Maar daarvoor hebben we Frank, de after sales manager, die gaat daar een toelichting op geven. Ja. Dit is echt niet te geloven. Frank die staat al te wachten, die staat te popelen om dit verhaal uit te leggen. Nou, hoe mooi is dat? Hierboven hebben wij het bandenhotel. Ja, beneden, ik moest dit eerst natuurlijk een beetje uitleggen. Als ik hier sta, dan heb ik echt het gevoel van, ik heb hier echt overzicht. Ja, ik zei je denk ik. Is dit jouw vaste plek? Ja, kijk, het gaat allemaal. Ja, dat is echt super. Jij wilde het hebben over TPMS'ers, hoor. Ja, bijvoorbeeld. Nou, ik toch even een paar mooie voorbeelden hier. Maar als ik hier binnenkom, dan denk ik, waar ben ik nou beland? Ja, dat is een beetje een rommelzolder, maar ook een bandenzolder. Ja. Nou ja, het begint natuurlijk. Je moet de bandenspanning al controleren van de auto. Ja. Dus één keer in de zoveel tijd moet je dat doen. Maar tegenwoordig zit er een systeem op dat bijhoudt als dat voldoende is voor jou of zo nee. En dat is een TPMS-lampje. De meesten kennen hem inderdaad wel. Dat is inderdaad dit lampje. En als die in de auto aangaat, ja, dan is het inderdaad opletten, want die gaat niet zomaar aan. Ja, en als dat lampje aangaat, dan weet je, er klopt iets niet. Dat is zo'n sensor, hè? Maar er zit ook een ventiel aan. Ja. Dit is zeg maar een normaal ventiel. Zoals het normaal zit in een normaal wiel zonder sensoren. Ja, dat ken ik wel. En dit is bekend gewoon, dat ze de bandenspanning doen, hoef je niet in te leren of wat dan ook. En dat gekke dingetje wat je nu in je hand hebt, ja, kijk. Die zit ook hier in de velg. Ja, en kijk, dat is deze, ja, inderdaad. Zo zit die gemonteerd in de velg. Oh, oké. En dit is een kastje, die geeft elektronisch door naar de computer van de auto wat de bandenspanning is. En dat kan zijn dat hij aangeeft wat de bandenspanning is, maar het kan ook zijn dat hij gewoon zegt, oké, ik zit nu op, ik noem wat geks 2.5, ik zak naar 2.3, dan gaat hij een lamp aangeven van let op, hij loopt leeg. En het is op twee manieren. Je hebt een sensor die in de velg kan, maar je kan ook gewoon zo'n ventiel hebben, maar dat het via het ABS-systeem werkt, waardoor hij aangeeft als hij niet goed is of wel goed is. Dat heet een indirect systeem, heb ik begrepen. Juist. Klopt. Okay. Ja, dat is minder precies. Klopt. Dit is heel precies. Ja, klopt. Ik kan beter en nauwkeuriger meten. En hier zit gewoon een druk dingetje in. Dus die meten direct. En zit hier ook nog een batterijtje in? Ja. En die, gaat die kapot? Hij raakt leeg. Ja. Maar ik kan dit niet vervangen? Nee. Dat is ook het nadeel van, of tenminste het nadeel. Het is een mooi systeem, alleen het is wel in de gaten houden. Want even wisselen, een paar wielen wisselen, dat is prima. Ja. Alleen dat betekent dat sensortje, dat communiceert met de auto. En als die eraf is geweest, dan moet je hem weer opnieuw laten communiceren met de auto. Ja, en als dat niet goed gebeurt of hij is de weg even kwijt, moet je dat opnieuw inleren. En soms wil dat nog wel eens een lastig probleem. Daar heb je een computer voor om hem in te leren. Ja. Ja. Maar ik heb wel eens een klant aan de telefoon gehad, die heeft dit ding ook wel eens kapot gereden. Oh. Eerder dat ventiel misschien breekt. Of het ventiel? Want het ventiel kan ook wel eens breken. Okay. En op het moment dat het ventiel breekt, dan heb je niks meer aan het ventiel. Dan moet je ook een nieuwe sensor aanschouwen. Dat is einde oefening. En zijn die dingen duur dan, deze? Ja, ze kosten wel aardig wat, ja. Oké, okay. Maar een paar tientjes of zo? Ja, je praat ongeveer over zeg maar 40, 45 euro per stuk. Oké, okay. Per stuk? Ja, per stuk. Dus dan zit hier, als je dus met vier wielen is, gewoon 180 euro. Normaal gesproken natuurlijk nog een band omheen. Maar eerst moet je de band er even afhalen. Je moet hem opnieuw balanceren, want het weegt ook iets. Ja, het is een gewicht. Precies. En op het moment dat je hem dan niet balanceert, dan krijg je onbalans in je wiel. En dan zit je weer trillend in de auto. Vandaar dat het allemaal wat duurder is. Het is een super systeem. Ja. Alleen het is soms wel wat lastig om alles in te leren. Alle nieuwe auto's hebben dat, want het is volgens mij verplicht vanaf 2014, als ik het goed begrijp. Ja, klopt. En in het begin was het nog geen APK-plicht, maar vanaf januari 2018 is het ook een APK-afkeurpunt. Dus op het moment dat een auto vanaf januari 2018 is en het lampje brandt, is het een APK-afkeurpunt. Zo belangrijk is dat. Juist. Ja. Dus als het lampje brandt, moet de klant eerst hier komen. Checken of de bandenspanning echt minder is. Kan ook een storing zijn. Klopt. Ja. Als die minder is, even controleren. Misschien zit er een spijker in. Precies. Ja. En dan kunnen we nog repareren. En dan herstellen. Bandenspanning weer doen. En opnieuw resetten. Resetten. Dat is natuurlijk ook iets belangrijks. En resetten, misschien kunnen we bij een auto kijken. Er zit volgens mij een knopje op in de auto. Dat kan iedereen. Want je kan ook bij de tankstation die bandenspanning controleren. Klopt. En als je een beetje lucht bijgeblazen hebt, dan moet je hem resetten. Nou, we hebben heel veel auto's in de werkplaats staan. Zullen we even kijken? Ja, gaan we even bij een auto kijken waar de knopje zit. Ik heb nu net jouw verhaal goed geluisterd. Als je dus goed kijkt, heeft deze auto geen TPMS-sensoren. Hoe kan je dat zien dan? Nou, dat is een normaal ventieletje. Klopt dat? Nou ja, je ziet het nooit helemaal, maar deze auto heeft inderdaad geen sensor. Ja, maar en ik zie nog wat. Hij heeft dat groene dopje, weet ik ook. Ja? Dat is stikstof, hè? Juist. Ja. Waarom heeft die band dan stikstof erin dan? Nou, dan blijft de bandenspanning langer op zijn juiste spanning in plaats van normaal lucht. Oké. Okay. Normaal lucht kan er uiteindelijk, komt het vocht, dat trekt eruit, waardoor de bandenspanning minder wordt. En in stikstof zit geen vocht. Ja, maar we hebben toch gewoon een compressor met lucht. Hoe kom je aan die stikstof dan? Ja.
Kijk, ik heb... Je weet de helft hier niet, hè? Nee, ik weet helemaal niet waar ik hier heb staan, joh. Dit is... Oké. Stikstof. Dus die auto, dus als Bor de bandenspanning doet, dan gaat hij dat hiermee doen? Juist. En niet met de compressor? Nee, dan kan niet voor de groene dopjes. Als de groene dopjes op zitten, dan zit stikstof in. Oké. En als er stikstof in zit, gaan we hiermee vullen. Oké. Maar nu gaan we gaan naar het knopje. Welke auto? Dat is die CX-5. Die CX-5. Oké, dat is deze blauwe? Ja. Nou. Dan hoop ik dat Dat zit in de computer. Deze niet. Nou, we hebben een mooi voorbeeld, deze. Even knippen. Deze is namelijk uitgerust dat hij hem zelf ziet. Dus sommige auto's hebben geen lampje erin zitten, geen knopje. Die gaan hem zelf bepalen. Hallo. Dus dit is een slecht voorbeeld, maar we hebben nog een voorbeeld. De showroom even. We gaan even de showroom in, daar hebben we meer voorbeelden. Wat heb je hier toch ontzettend veel banden staan? Ja, ik weet niet of het helemaal goed kan. Maar je hebt toch een lamp bij, of niet? Ik heb zeker een lamp. Op het moment dat de bandenspanning is gedaan, auto starten, handrem erop, 2 seconden het lampje ingedrukt houden, dan hoor je een piepsignaaltje. Piep, piep. En op het moment dat je piep, piep hoort, dan gaat het lampje weer van het dashboard af en is het geregeld. Vergeet dat niet, want als je dat vergeet, krijg je nog steeds een melding dat de bandenspanning niet goed is. En dan denk je nog steeds, wat is er aan de hand? Heel erg bedankt voor de uitleg, Frank. Wil je die nog hebben? Nee, die gooi ik weg. Oh. Gaan we de volgende aflevering hebben weer een ander lampje. Ik heb... wat wil je nou zo zeggen? Onze tentrailers. Ik wil nog iets zeggen over de tentrailers. Hoe is het met de tentrailers? Ja, de tentrailers. Nou, dat we beginnen met verhuren. Ja. Kijk, kleine intermezzo. De tentrailer. Bij de vorige aflevering zat ik nog even lekker te dutten hier bij de tentrailer. De Kampwerk tentrailer van Eikhof. Maar hij is opgedoekt. Hij is ingepakt. Klaar voor vakantie. Want de eerste tentrailers zijn al verhuurd. We zijn druk bezig met de website. Dus het gaat gebeuren met de Kampwerk tentrailer verhuur. Nou, dus de eerste staat klaar. En die gaat met Pinkster gaat hij rijden. Dus ik ben benieuwd hoe de eerste klanten het ervaren. We lopen even door de occasion afdeling. Je ziet natuurlijk allemaal hele jonge auto's. Best wel dure auto's. En wat staat hier nou tussen? Een Mazda 3 uit 2004. Die doet eigenlijk niet onder voor de nieuwe auto's die hier staan. Ontzettend leuke auto. Nou, deze auto wordt vanmiddag afgeleverd. 19 jaar oud. Nou, hij ziet er gewoon nieuw uit. Nou, we zijn weer aan het einde gekomen van aflevering 7 van Welkom thuis bij Autosalon Zijkhof. Ik hoop dat het een beetje een leerzame aflevering was. Ik wil toch elke aflevering erin houden dat we iets technisch uitleggen. Met name over de controlelampjes van de auto. Want ik merk toch dat er erg veel vragen over zijn. En de auto's worden ook steeds complexer. Tot de volgende keer. En allemaal een hele goede Pinksterweekenden. Weekend. Sorry. Nee, de goede Pinksterweekend. Maar het is dan als die komt, dan hebben we het al gehad. Ja, dus dat is niet goed. Dus we zijn aan het einde, dan kun je knippen. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne dag. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, jullie weten me allemaal te vinden. Kan me altijd even mailen of appen. Tot ziens.